kijken hoe die rijdt. Is onze auto een beetje overgepositioneerd. Hij steunt natuurlijk nu op 4 punten helemaal vast. Ja, die kunnen zich niet afstellen naar het terrein. Dus ja, je zag wel net dat hij niet genoeg druk op zijn voorwiel had om weg te rijden. Slecht om te besturen nog. Het sturen is natuurlijk al niet alles, maar remmen doet hij echt helemaal niet meer. Hij begint op een gegeven moment echt te stuiteren en de ABS die probeert het allemaal te corrigeren. Nou, zegt er is niet mee te rijden. Ik probeerde net daar op het kruispuntje te stoppen, maar ik stond daar ik denk 10 meter verderop al stil. Ja, is zo erg. Ja joh, moet je kijken. Het lijkt wel een off-road-voertuig, zo hoog heb je staan. Dit zeg! Ik zat daar net gewoon bijna tegen dat witte paaltje aan, man. Ja, het is verschrikkelijk, hè? Ja, je kan gewoon niks. Je kan niet sturen, niet remmen en gas geven gaat ook niet, want dan ga je altijd. Hij begint te stuiteren en op een gegeven moment ben je gewoon heel de controle kwijt, hè? Het is echt verschrikkelijk. Echt drama, dit. Ja, ik denk dat we nog harder moeten gaan rijden in de zandbaan. Zandbaan? Voorstellen hoe die auto zich moet voelen. Oh. Ja. Het linker voorwiel staat er een beetje scheef onder. Nou, het is in elk geval weer kapot. Moet je kijken, joh. We hadden best wel stevig gelast. Maar ja, het ging ook wel echt hard tekeer. Jongen, jongen, verschrikkelijk. Nou, als je daarin zit, je wordt door elkaar geschud. Daar word je bang van. Maar ja, vering onder je auto, daar heb je nog eigenlijk nog wel harder nodig dan schokbrekers. Zonder vering begint die partij te stuiteren, joh. Ja, dit ding is niet meer te controleren. Je kan niet meer sturen, je kan niet meer remmen. Op een gegeven moment begint hij allemaal los te komen, net te hoppen zo. En dan gaat hij alle kanten op. En de kant die hij op gaat, daar gaat hij gewoon op. Daar kan je niks meer tegen doen.